hij beschrijft dat zelf vandaag uitstekend. En dat is duidelijkheid. Allereerst in de tactiek. Hè, een compact elftal. Nou, dat is altijd al een van zijn voorwaarden. Dat je niet je linies uit elkaar laat trekken. Van daaruit zorgen dat je de nul houdt. Ja. En dan kan je eens kijken wat je aanvallend kan. En als je nu kijkt, dan beginnen een aantal verdedigers nu beter op elkaar af te stemmen. Met name Botteging en Senesi. Hè, want daar waren heel veel misverstanden. Heel veel blunders. Ja. En dat maakt het op dit moment voor deze keeper ook weer belangrijk. Dat hij... mensen voor hem niet van die domme dingen doen. Ik zie nog steeds één man zie ik heel veel domme dingen doen. Dat vind ik zo jammer, heb ik vorige keer ook. Dat is Leroy Fair. Ja. Ja, die elke keer, ook nu in het begin van de wedstrijd, gaat die draaien. Als hij die bal verspeelt, kan het zomaar ineens weer 1-0 achter. Ja. Ja. En hoe kan dat dan dat zo'n ervaren speler zo vaak de fout ingaat op dezelfde manier? Omdat hij nogmaals, hij wil zoveel doen. Het is te waarderen, maar hij wil te veel doen. Te veel. En begrijp je die op? Want hij staat op een middenveld. Maar kijk, die spitsen willen eigenlijk naar voren. Hè? Berghuis heeft aanvallende drang. Jurgensen wil scoren. Sinisteris is een lekkere draaitol. Maar die middenvelders, die zitten ertussen. Die zitten in dat niemandsland. Want Botteguin en Senesi, die blijven daar. En af en toe gaat een van de twee backs mee. Dus het middenveld, dat zag je ook tegen Heerenveen, is best wel groot. En als Kotsjoe het dan niet helemaal begrijpt, loopt Toornstra zich helemaal verteerd. Ja. En is het gat waarin Fer, wat hij niet meer kan belopen, is best wel groot. Ja, maar daarom denk ik dat hij dus zijn krachten moet sparen. Hoe moet hij dan spelen? Maar hoe kan dat, jongens? Hij moet dus als de verdedigende middenvelder gewoon daar de stofzuiger zijn. Maar dan wordt het 5-5.